Kijk hoe mooi. Dit is zo'n mooie rode. We waren gisteren uit. Vertel hoe leuk het was. Winning is winning. Ik heb deze trui aan van Arte. Ik weet ook niet wat ik aan moet doen. Ik wil ook niet weer aan de pil. En dit is wel echt mijn favoriet. De broek zit ook heel mooi. Nou, je wordt gewoon bruin in deze zon. Het is dus helemaal niet zo koud. Normaal bevries ik niet. Ja. Ik slaap dus ook nu al een paar nachten met oxopan. Het lijkt volgens mij echt alsof ik in elkaar ben geslagen. Hi guys, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van mij. Het is vandaag woensdag. Denk ik nu de derde keer dat ik daar ga shooten. Ja, daar ga ik nu naartoe. Het is in Haarlem. Ik doe zelf altijd mijn haar en mijn make-up. En ik heb dus nu van die rollers in mijn haar gehad. Ik had wel echt de laatste paar nachten heel erg veel moeite met slapen. Ik weet niet zo goed waardoor het komt. Ik voel me niet volledig uitgerust, maar ook niet moe of zo. Dus ik hoef maar 4 uurtjes te shooten. En daarna ga ik sporten met Charlotte, want ik heb deze week nog niet gesport. Ik zal jullie even mijn outfit laten zien en dan neem ik jullie vandaag mee gezellig naar de shoot. Als ik naar een shoot ga, doe ik eigenlijk iets heel comfies aan. Ik heb een body aan van de Zara. Beetje raar licht hier, maar een broek van My Girlie is grijs. En mijn UGGs, omdat ik veel mijn schoenen aan en uit moet doen. En mijn make-up is heel natural. Meestal doet ze nog een beetje oogschaduw bijwerken en lippen. Dus ja, ik heb er weer heel erg veel zin in. Lekker om weer de deur uit te gaan. In de ochtend is het bij ons altijd zoveel stress welke auto ik kan pakken. Want ja, het is echt dramatisch. Mijn ouders gaan met 2 verschillende auto's naar werk. Mijn moeder is gelukkig nu met de fiets. Ik vind het altijd heerlijk om in de ochtend een podcast te luisteren. En ik luister altijd die van Monica Geuze. En dan naar Haarlem rijden. Ik heb er echt wel veel zin in. En het is dus ontzettend lekker weer. De zon schijnt echt gewoon fel in de auto. Later. Zoals jullie zien is mijn make-up alweer lekker van mijn gezicht af. Ik heb heerlijk geshoot. Het waren echt heel veel items, want ze had een nieuwe zomercollectie. Die hebben we even allemaal geshoot, maar super leuk. En daarna, na het shooten, ben ik eigenlijk gelijk gaan sporten, omdat ik dat dus deze week nog niet had gedaan. Ik moet wel zeggen dat het wat moeizamer ging, omdat ik dus de laatste paar nachten een beetje slecht slaap. Maar ik ben tenminste gegaan en daar ben ik trots op. Ik heb eigenlijk net avond gegeten, want ik had dus na het sporten al gelijk heel veel honger. Ik slaap dus ook nu al een paar nachten met oxopan, wat super slecht is, maar ik val anders niet in slaap. En anders kan ik ook niet shooten als ik geen slaap heb. Dus vanavond moet ik het proberen zonder. Gisteren heb ik ook lekker gecupt bij Melanie, een vriendin van mijn moeder. Ik moet zeggen dat dat wel geholpen heeft. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga nu lekker in bed liggen en editen. En morgen heb ik ook weer een hele chille dag. En ik heb een hele leuke unboxing. Maar die laat ik morgen aan jullie zien. Ik ga nu lekker chillen en dan zie ik jullie morgen. Voordat we weer verder gaan met de video wil ik jullie een hele leuke unboxing geven. Ik heb namelijk ook super lang gewacht totdat ik deze items aan jullie kan laten zien. Ik heb namelijk een samenwerking met Lounge Underwear. Lounge Underwear bestaat namelijk 7 jaar. En dat gaan ze vieren door op de gehele website 60% korting weg te geven. Dus dat is gewoon meer dan de helft. En zoals jullie misschien weten, Lounge Underwear heeft hele mooie setjes. Onder andere loungewear, maar ook underwear. Ik zou echt een kijkje nemen, want het is gewoon echt een hele goede sale. De sale is 1 dag eerder begonnen dat deze video online kwam. Dus 21 maart. Dus de sale is al een dag begonnen. Maar ze gaan door totdat er geen voorraad meer is. Daarom raad ik ook aan om zo snel mogelijk, als je wilt shoppen, naar de website te gaan. Zodat je maten er nog zijn. Maar ik heb hele mooie setjes mogen ontvangen. En die wil ik graag aan jullie laten zien. Want dit zijn mijn favorieten. En misschien zijn dit ook jouw favorieten die je eventueel wilt shoppen. Dus ik heb hier een hele grote zak met heel veel mooie setjes. En ik meen het zijn echt de mooiste setjes ever. Van alle setjes draag ik dezelfde maat. Ik heb van de tops 75D gekozen. Want dat is ook mijn cupmaat. En de broekjes zijn een S. En deze zitten allemaal goed voor mij. Dus ik zou eigenlijk gewoon gaan bestellen op je eigen maat. Zelf ga ik de setjes natuurlijk nu niet aandoen. Maar ik zal van alle setjes wel een foto
in beeld zetten, zodat jullie kunnen zien wat het idee is van het setje en hoe het zit. Alles staat ook in de beschrijving en er staat een linkje waar je kunt shoppen. Wat ik er wel nog eventjes bij wil zeggen is dat kortingscodes niet werken, dus echt alleen de 60% die op de site zit. Als allereerste setje heb ik een zwarte en dit is eigenlijk wel het bekende topje van Lounge. Het is eigenlijk gewoon een triangle top en ja, dit is de achterkant. Je kan ze ook verstellen, de bandjes. Daarbij heb ik ook een heel mooi broekje. Deze. Hier staat ook Lounge op. En dit is de achterkant. Volgens mij heb je ook hier verschillende van. Een stringversie en zo'n versie. Die heb ik. En daar heb ik ook een grijze van. Die vind ik zelf ook echt heel erg mooi. Het is gewoon heel erg chill als lounge underwear. Omdat je dit gewoon draagt als je geen zin hebt in een BH'tje. Hier staat ook Lounge. En een supermooi broekje. Die heb ik dus wel in een string gekregen. Dit vind ik dus persoonlijk fijner als je een stringbroekje hebt. Omdat je dat dan ook niet ziet door je broek heen. Heel erg mooi deze. Dan heb ik deze en ik denk dat dit wel echt mijn favoriet is. Dit is de Blossom Balcony set. En deze heb ik in het blauw zoals je kunt zien. Dit is echt een hele mooie kanten set. Echt, oh my god, zo mooi. Dit is de achterkant. Er zit een sluitingje. En er hoort ook een heel mooi broekje bij. Ik vind deze ook heel mooi. Ze zitten ook echt heel erg lekker. Ik vind de details van Lounge altijd ook heel erg leuk. Dat je het toch nog wel terug ziet komen. En dit setje heb ik ook in het roze. Normaal gesproken ben ik niet echt van kleurtjes. Maar ik vond dit toch wel een hele mooie roze. Ik zie dat hier op beeld echt meer fel roze is. Maar in het echt is je wat zachter. I like it very much. Kijk de achterkant. En natuurlijk hoort hier ook weer een heel mooi broekje bij. Echt perfect. Dit zijn allemaal S's, zoals ik al zei. Dan heb ik een rood setje. Die lijkt heel erg op deze twee die ik net heb laten zien. Maar dit is een andere. Dit is de balcony set. Deze. Kijk hoe mooi. Dit is zo'n mooie rode. Het verschil is dat hier dus geen details zitten verwerkt qua randje. Bij deze andere zie je dat hier wel wat details qua randjes zijn verwerkt. Ik vind dit ook zo mooi. Je voelt je altijd een stuk beter als je mooie underwear draagt. En hier hoort natuurlijk ook weer een heel mooi broekje bij. En dit is de achterkant. En dan heb ik als laatste nog een BH uitgekozen. Omdat die dus heel erg chill uitzag. Dit setje is een soft ribbed set. Een beetje met ribbeltjes erin. Kijk hoe chill dit eruit ziet. Je ziet echt die details heel erg mooi. En hier natuurlijk weer Lounge. Dit is zo fijn. En ik vind wit dus echt heel erg mooi. Wat ik ook zo erg fijn vind aan deze BH is dat er geen push-up of iets in zit. Als je er zelf niet van houdt, dan is deze misschien niet heel erg chill voor jou. Maar ik denk dat deze gewoon heel erg lekker zit. Omdat het er niet in zit. Geen vulling of iets. En hier zit ook weer een slipje bij. Heel erg mooi deze. Dus dit zijn de items die ik heb gekregen van Lounge. En dus mijn favorieten. Zoals ik al zei heb ik een linkje in de beschrijving staan waar jullie naar de sale kunnen. En heb ik ook alle namen van de setjes in volgorde staan. Zodat jullie weten welke ik heb uitgekozen. Dat kan namelijk nog best wel verwarrend zijn. Vergeet niet dat er dus geen kortingscodes werken. Er is echt alleen 60% korting op de website. Die blijft totdat er voorraad is. En laat me in de reactie weten of jullie iets hebben geshopt bij de sale. Of welke items jullie van mij het leukst vonden. En dan gaan we weer verder met de video. Hi guys, het is vandaag donderdag. Ik heb vandaag al lekker geëdit. Ik was weer bij een vriendin van mijn moeder die me leert editen voor een bedrijf. Ik word er steeds een stukje beter in. Dus ik mag al bijna vanuit huis editen. En dan kan ik dus eigenlijk ook vanuit huis werken. Daarna ben ik gelijk voor mijn weekvlog gaan editen. Want die stond nog niet online. Ik ga nu naar een event toe. Ik ben uitgenodigd via zonnebrillen.com. Om naar een event te komen. Het is volgens mij een kledingwinkel. Credo heet het volgens mij. In Den Haag. Wel een stukje ver. Ik zag dat het een uur rijden is. Maar ik mocht gelukkig vrienden meenemen. Dus ik ga met Bart en Noortje daar naartoe. Ik denk dat we daar gewoon... Er zijn sowieso hapjes en dingetjes. Dus ik denk dat we daar in de stad blijven eten. Ik had mijn haar weer in rollers gedaan. Normaal gesproken zit mijn haar echt nooit goed. Maar voor de samenwerking die ik moest filmen... Moest ik eventjes mijn haar goed doen en alles. Dus ik ga me nu even omkleden. Noor en ik moeten nog voordat we gaan Vinted pakketjes opsturen... En dan gaan we naar Den Haag rijden. Ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik ga nu even kijken wat ik aan ga doen. Want ik heb eigenlijk nog gewoon lekker een chill outfitje aan. Oké, dit is mijn outfit. Ik heb een trui aan van Marques. Dit webshopje bestaat niet meer. Maar ik vind dit truitje heel erg chill. Mijn broek is van Naked. Met van die witte stiksels aan de zijkant. Schoenen van Off-White draag ik echt nooit. Maar ja, het maakt toch wel weer je outfit af. Mijn dieseltas en daarbij doe ik Verlinder leren jasjes. Dat moet ik alleen nog even vragen. Ik ga nu even de verzendlabels uitprinten van Vinted. En dan ga ik iedereen ophalen. We zijn nu in Den Haag. We zijn in Den Haag, maar echt na... Bedankt, hoor.
home te uitkijken. We hebben gewoon er bijna anderhalf uur over gedaan. Het was sowieso een uur rijden door de file, maar half uur gezocht naar een plek, want we kennen het hier niet echt. We zijn wel midden in de stad, dus ja, we lopen nu naar de winkel toe. Heel erg benieuwd. Jullie zijn ook benieuwd? Heel benieuwd. Yay! We are here on the event. Super mooie winkels. Ze hebben echt mooie spullen. Of white jasje. I like it. Echt heel cool. Dit soort jasjes vind ik ook leuk. Dan maar naar de Zara. Lopa. Hij wil tenminste wel praten in de vlog. Ik ben klein. Wat is dat te zien? Twinning is winning. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Jawel, is leuk. Leuk voor later. 50, hè? 50 euro, cool. Het is nog deze tientje waard. Maar die andere had hier ook zo'n band. Ja, die andere is leuker. Dit is hem net niet. We zijn ergens beland. Geen idee waar. Weet we hoe het heet? Het Gouden Hoofd. Het Gouden Hoofd. Nou ja. Ik heb een heerlijke truffelpasta. Hun zijn voor de kaasfondue gegaan. Nou, dit is wel heel lekker. Vlamkoeken. Steek dat daar. Carpaccio. Eet smakelijk. Hi guys, het is vandaag vrijdag. En ik kom net uit de douche. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik had trouwens net gesport. Ik moet dus content maken voor Stronger, dus ik heb alweer een nieuw sportsetje aan. Ik wacht nu eventjes op Noah tot ze klaar is, want zij had mij gevraagd om foto's te maken. Toen zei ik, ik heb toevallig ook een foto nodig voor Stronger. Maar ik ga jullie nog een unboxing geven hiervan, want ik heb hele leuke items ontvangen. Ik heb dus een haarmasker in, dus ik heb mijn haar in een knotje zitten. Heel licht mijn make-up gedaan, want het is eigenlijk alleen voor een story. We gaan even wat eten halen, want ik heb eigenlijk alleen voor het sporten nog ontbeten, dus ik moet wel eventjes lunchen. En ik heb trouwens eergisteren gecupt, dus ik heb van die afdrukken op mijn rug. Het lijkt volgens mij echt alsof ik in elkaar ben geslagen. Maar het waren dus hartjes en nu zijn ze een beetje aan het vervormen of zo. De plekken waar het meest rood is, daar heb ik dus blijkbaar het meest stress zitten, dus hier wat minder dan daar. Dat is dus wat ik op mijn rug heb, dus dat moet ik even photoshoppen als ik van de achterkant een foto maak. Ik heb trouwens dit product nieuw. Nou, deze heb ik al een tijdje, maar nooit opengemaakt. Van Clinique. Het lijkt echt op een snoepje, maar dit is, past dus aan naar je eigen lipkleur. En ik gebruik dit nu de hele tijd na mijn make-up, want soms worden je lippen wat lichter van je make-up. Maar kijk hoe weinig ik heb gedaan. Het is nu al echt heel mooi. Ik wil echt zo graag dit mooie sportsetje aan jullie laten zien. Noah. Hey, baby. Kijk even dit. Kijk even dit. Kan ik ook komen? Ja, ik ben klaar. Ik durf niet naar buiten als mensen mij zo zien. Het is echt heel erg. Maar wil je eerst eten halen of foto's? Eerst foto maken, want daarna doe ik een sportlekking. Oké. Zo, de zon is echt heerlijk aan het schijnen gewoon. En we zijn weer op onze favoriete spot. No, je wordt gewoon bruin in deze zon. Lekker dit? Here's no. Laat even je fit zien. Het is dus helemaal niet zo koud. Normaal bevries ik me. Ja. Nou, super rich kids. Dat gaan we hier eventjes doen. We zijn even in de Aziatische supermarkt. De toko. Ik heb net loempia's besteld. Noah had loempia op de markt. Deze spekkoek is ook lekker, hè? Ja, I know. Die is ook lekker. Wel bij het begin daar. Inmiddels ben ik alweer een tijdje thuis. Ik was dus de hele tijd mails aan het beantwoorden, omdat ik dat soms echt een beetje laat liggen. Ik zou dus waarschijnlijk morgen naar Dubai gaan, omdat ik weer een pakket moest afleveren. Alleen ik heb net te horen gekregen dat het toch met luchtvracht gaat, dus hoef ik het zelf niet te doen. Ik had anders echt heel veel stress gekregen, want ik moest voor het weekend heel veel, ja, voor maandag heel veel samenwerkingen inleveren. En nu heb ik daar gelukkig nog voor het weekend voor. Ik heb hier heel veel pakketjes staan en ik ga die eindelijk unboxen voor jullie. Dit zijn ze allemaal. Nou, eigenlijk nog niet eens allemaal. Maar dit is wat ik aan jullie laten zien. Anders wordt dit echt een te lange video. Het zijn onder andere samenwerking, maar ook dingetjes die ik zelf heb besteld. Zelf had ik bij de Douglas met Feline een bestelling gedaan. Omdat we allebei heel graag deze wilden hebben van Clinique. Dit is dus een Take the Day Off Cleansing Balm. Ik gebruik dit dus heel veel om mijn make-up eraf te halen. Het is eigenlijk gewoon een balm die je op je handen smeert en een beetje warm maakt. En dan je make-up er zo afhaalt. Ik had deze, dus kijk hoe
satisfying is. Dit is gewoon de grootste pot die ze hebben. Het is zo'n chill product. En deze had ik dus in het klein. Ik dacht dat ik hem groot had, maar ik had hem echt in het mini. Dus deze ga ik nu gebruiken voor als ik ga reizen. Dan heb ik van Bobbi Brown een heel chill product gekregen. Ik heb namelijk een samenwerking met hun. Die had ik net dus in moeten leveren. Heb ik ook gedaan. Dit is de Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base. Dus dit is een vitamine C en een primer, wat super fijn is. Ik had deze al een keer gekocht bij Look Fantastic. Hij ruikt ook heel erg lekker. Het is een beetje een soort van boterachtige substantie. Ik heb die andere aan Pauline gegeven, want ik zei echt, dit product moet je proberen. Nou, dan heb ik van Studio Palmen een pakketje ontvangen, maar deze samenwerking heb ik niet op YouTube. Dus ik ga dit gewoon even voor de leuk aan jullie laten zien. Ik heb een heel mooi jurkje ontvangen. Dit is de voorkant. En daar staat dus heel mooi hun logo. En de achterkant heeft dus een open rug. En ja, dit is de achterkant. Ziet er een beetje raar uit, maar het is echt een hele mooie jurk met een open rug. Erg leuk. Ik ben echt benieuwd hoe deze staat. En dan heb ik nog een heel mooi setje erbij gekregen. Dit is een rok. Deze rok loopt heel lang door naar beneden met een split. En daarbij hoort een heel mooi topje, zie ik. Ik denk dat dit zo, ja, een soort van bikini topje is eigenlijk. Dit moet dan zo over je hoofd heen. Heel mooi. Ik zie wel dat het echt een heel dun stofje is. Ik denk dat je hier wel iets van litchi tape bij moet dragen. Ik was laatst met Rosalie en ik wist dat zij een... Zij heeft gewoon ongelooflijk mooie wimpers. En ik wist dat zij een lash serum gebruikte van Lash Cocaine. Zij heeft mij geïnfluenced. En ik heb hem ook besteld. Hij komt uit een drogisterij uit Duitsland. Dit moet hem zijn. Ja, Rosalie heeft gewoon ongelooflijk lange wimpers. Dus daarom heeft ze mij geïnfluenced. Maar ik wist dat zij dit al een jaar lang gebruikte. Een jaar geleden vroeg ik het ook al namelijk. Ik ga deze gewoon uittesten. En ik hou jullie op de hoogte hoe ik deze vind. Dan heb ik zelf nog een bestelling gedaan bij de Ethos. Want mijn producten van La Roche-Posay waren op. Ik weet niet of ik dat merk goed uitspreek. Maar het is echt de beste gezichtsverzorging voor mijn huid. Daarvan heb ik 3 producten besteld. Dit is, ja, dit zijn allemaal Franse woorden wat ik niet kan uitleggen of uitspreken. Dit is dus een hele fijne dagcreme. Deze zien jullie waarschijnlijk ook wel eens voor TikTok voorbij komen. Deze had ik dus in het klein besteld om uit te testen. Maar ik vond hem heel erg fijn. Dus ik heb lekker een hele grote besteld. En dan heb ik nog 2 van deze. En deze zijn heel erg goed om je onzuiverheden aan te stippen. Dus ja, ik doe dat vooral hier, hier en hier. Zijn deze heb ik besteld. Dan had ik nog een pakketje van Maybelline ontvangen. Die had ik al geopend. Maar dit is dus de nieuwe mascara van Maybelline. En ik vind de mascara's van Maybelline voor mij het beste werken. Kijk hoe leuk. Dit is echt super grappig. Het is dus echt een hele video iets wat erin zit. Het gaat om deze mascara. Echt een coole verpakking. Ik vind het altijd wel leuk om nieuwe producten uit te testen. Ja, dit borsteltje ziet er nu al goed uit. Ik weet gewoon altijd dat Maybelline goed is voor mijn wimpers. En dan heb ik nog 2 pakketjes. 1 van Keune en 1 van Le Olive. Kijk, ik vind dit altijd heel chill om haar producten uit te testen. Dit is een haarmasker voor damaged hair. Ik word hier altijd helemaal blij van. Conditioner voor damaged hair. Nou, ik merk dat mijn haar dus ineens echt beschadigd is. Geen idee waarom, maar dus dit kan ik heel goed gebruiken. En een shampoo. En dan had ik nog een hair towel ontvangen. Ze zeiden namelijk dat het daarom ging. Ik gebruik dus hair towels heel veel. Omdat ik het dus vreselijk vind om mijn haar te drogen. Dus dan laat ik mijn haar altijd heel lang in zo'n handdoekje zitten. Ja, dit vind ik altijd fijn. Gewoon zo'n handdoekje voor je haar. En als allerlaatste heb ik dus geweldige pantoffeltjes gekregen van Le Olive. Natuurlijk gecustomized. Dat zijn deze. En als het goed is, zie je hier mijn initialen op. Ik weet niet of jullie het zien. IDK, Isabelle de Koning. En ja, kijk, dit is gewoon heel erg chill. Ze matchen ook heel leuk met mijn badjas van Le Olive. En ik heb een kortingscode voor jullie. En die zal ik eventjes hier neerzetten. En dan krijgen jullie 10% korting bij jullie bestelling. Neem vooral van kijkje, want het is echt geweldig. Dat je gewoon je eigen pyjama's en badjassen kan personaliseren is echt super cool. En heel erg leuk om weg te geven als cadeautje. Ik heb het echt ook al heel vaak aan mijn zusje of aan mijn moeder als cadeau gegeven. Nou, ik ga mezelf eventjes opruimen uit al deze dozen. Want het is echt ongelooflijk veel karton. Het is vandaag zaterdag. En ik wilde jullie nog even een hele leuke unboxing geven van Stronger. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik ben eventjes wat koffie aan het maken. Hier, oh my god, heel heet. Ik heb net mijn skincare gedaan. Mijn huid is dus een beetje slecht de laatste tijd. Maar ik denk dat dat komt
Omdat ik dus gestopt ben met de pil. Ik heb namelijk heel erg hier last van onzuiverheden. En ja, ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Want ik wil ook niet meer aan de pil. Omdat dat voor mij ook geen toevoeging heeft op zich. Ik ga even mijn haren doen. En dan ga ik jullie een hele leuke stronger haul geven. Want ik heb natuurlijk nu weer een beetje het sporten opgepakt. Dus ik vind het nu heel erg leuk om sportmerkjes uit te proberen. En welke sportkleding ik nou echt fijn vind. Te doen dan normaal, omdat ik merk dat het door die verf toch nog een beetje dood aan het worden is. En eigenlijk moet ik het ook knippen, maar ik wil mijn lengte gewoon nog heel eventjes zo houden. Ik twijfel een beetje of ik make-up op ga doen, want ik ga zo meteen dus met Noortje en Bart naar de stad. Oké, daar zitten we. Hier zitten mijn items in. Ik kon niet wachten, dus ik heb het al geopend. Wat ik nog eventjes wil zeggen is dat ik het heel erg belangrijk vind dat de items natuurlijk kwaliteit hebben en dat het lekker zit, want ik moet er natuurlijk wel in sporten. Ik laat het oprecht zien omdat ik er altijd heel erg blij mee ben. En ik heb wel vaak een samenwerking met Stronger. Maar dat is oprecht omdat ik het fijne sportkleding vind. En ook erg aanraad. Let's open it. Ik merk de laatste tijd dat ik het toch wel leuk vind om kleurtjes te dragen in de sportschool. Nu moet ik zeggen dat dit nog niet echt een gewaagd kleurtje is. Het is namelijk donkerblauw. Maar normaal gesproken sportte ik echt alleen in zwart. Dus ik heb een stap gemaakt. Dit is hem. Dit is mooi. Dit is een heel ander soort stofje dan normaal. Het is echt zo'n dikke band. 9 van de 10 keer hebben ze twee lijnen op de ene kant van de been. En ja, ik ben benieuwd hoe deze zit. Ziet er echt heel mooi uit. Ze zit heel mooi gaat tailleren. Ik heb hier geen topje bij genomen. Omdat ik volgens mij het topje iets te bloot vond. Dit is hoe de legging zit. Ik probeer echt een goede angle te vinden. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Want die band zit gewoon super mooi. I like it. En hier die twee strepen. En ik heb er even schoenen bij aangedaan voor het idee. Zodat jullie het kunnen zien. En dit is hoe die hier staat. Dan heb ik gewoon nog een zwarte. En deze is echt super chill. Hier twee zakjes zelfs. En je ziet weer de lijnen. Ik vind deze details van deze legging dus heel erg cool. Ik vind het leuk dat het een ritje heeft. Hier wat zakjes waar ik dan meestal mijn sleuteltjes in doe. Of mijn oortjes. En op de achterkant staat hier ook nog Stronger. Hierbij had ik al een aantal topjes. Ik heb namelijk wel wat sportshirtjes in het zwart van Stronger. Dus. En dit is nummer 2. Kijk hoe mooi die banden weer hier. En dit zijn dus zakjes. Dus aan beide kanten kan je hier wat in doen. De onderkant hier met die ritjes die je ook open kan doen. Maar ik denk dat ik het gewoon lekker zo hou. En dan heb ik hier wel een heel leuk setje. En hier bedoelde ik mee, ik heb normaal gesproken alleen maar zwart. Omdat het altijd safe is. Maar ik had een heel leuk kleurtje gezien. En ik dacht, deze moet ik hebben. Het is een soort van lila-achtig kleurtje. Normaal gesproken zou ik dit dus nooit halen. Maar ik ben echt blij dat ik hem heb besteld. Want hij is heel erg mooi in het echt. Ook weer die twee lijntjes hier. Dit is ook een hartstikke mooie broek. En zit ontzettend lekker. En hier hoort een top bij. Een bijpassende sporttop. En dat is deze. Ik vind dit dus wel heel erg chill voor in de zomer. Dan vind ik dit toch nog wel fijn om te dragen. Je hoeft hier ook geen BH onder te dragen namelijk. Hij heeft namelijk al heel erg veel steun. Hier kunnen jullie even de details nog meer zien. En ik vind deze achterkant ook heel erg mooi. En dit is de laatste. En dit is wel echt mijn favoriet. Omdat deze gewoon echt heel erg mooi zit. En ik vind deze kleur ook heel erg mooi. Dit is de top. Ik heb hier nu wel een BH onderaan. Omdat ik geen zin had om die nu uit te doen. En de achterkant. De broek zit ook echt heel mooi. Oh ja, en ik weet niet of ik het had gezegd. Maar ik draag van alles een maat S. Dus ja, alles valt op zich wel gewoon op maat. Ik draag gewoon mijn eigen maat namelijk. Dus dit waren mijn items van Stronger. Ik heb een linkje in mijn beschrijving staan voor als jullie even rustig een kijkje willen nemen op de website. Ik krijg altijd heel erg veel vragen op Instagram waar mijn sportkleding van is. Dat is 9 van de 10 keer van Stronger. Want ik heb inmiddels heel veel items van hun. En zoals ik al zei,
Ik vind het heel erg chill om erin te sporten. Soms draag ik het ook nog thuis als chill kleding. Maar ik moet het eigenlijk wel gebruiken om mee te sporten. Mijn linkje staat in de beschrijving. En let me know als jullie wat leuks hebben uitgekozen. Ik ga nu lunchen met Bart en Noortje. Het is inmiddels echt al 4 uur volgens mij. Er zat een beetje vertraging in. Maar we gaan lekker naar Amsterdam toe. Het is dus weer lekker weer. Ik ben echt blij met mijn outfit. Ik heb een trui aan van Flink. Ik zal hem wel even laten zien. Oké, ik heb deze trui aan van Arte. Deze is dus van Feline. Deze had ze in Maastricht gekocht. Leren jas van de Zara. Mijn broek is van Heron Preston. Hier van die witte details. Ik vind deze heel erg leuk omdat die baggy is met tracks. En daarbij heb ik deze Zadieke Voltaire tas. Toch wel weer leuk. Ik heb nu 1 strap eraan zitten. Ik heb trouwens gisteren helemaal niet gefilmd. Maar we waren gisteren uit. Oké, vertel hoe leuk het was. Hoe leuk het was. Gisteravond. Niet leuk. Ze weet het niet eens meer. Zo leuk was het. Oh, ja. Nee, het was wel een beetje een weggegooide avond. Maar Bart heeft vanavond avonddienst, dus die moet wakker blijven. We zitten alweer in de auto, want we wilden naar Mr. Porter gaan om te lunchen. Ja, dat zit eigenlijk altijd vol, dus we hadden geen plek. Dus. We gaan nu naar Farilis. Gewoon er lekker pasta eten. We zijn nu bij Farilis. Ik hoop dat jullie me horen. Ik heb een Amaretto Sour. Echt weer zin in een alcoholisch drankje. We hebben ons voorgerecht. Dit zijn pizzaatjes met mozzarella volgens mij. Truffel, kaas, rucola. En daar hebben we ons burrata met wat brood en tomaatjes. Mooi allemaal. We weten niet hoe lang, maar we wachten wel heel lang. Heel lang. Dat is wel jammer, hè? Ja. Nou, we hebben eindelijk ons eten, hoor. Ik heb een truffelpasta. We hebben kwart ook. En jij een kreeft. Spaghetti. Hi guys, het is vandaag zondag. Gisteren waren we allemaal zo erg moe. Want we hebben al heel erg lang op ons eten gewacht bij Frilies. Maar daarna ben ik dus gewoon gelijk naar huis gegaan en gaan slapen. Ik zie dat ik dus echt heel erg veel heb gefilmd. Ik weet niet of ik alles erin laat. Dat zullen jullie zelf al zien in de vlog. Of dat hebben jullie al gezien. Ik ga de vlog ook afsluiten, anders wordt die veel te lang. Doe een blauw duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden. En vergeet niet te abonneren als jullie zin hebben in nog meer video's en niks willen missen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken.